Welkom bij een nieuwe aflevering van Stranantori. In deze aflevering praten we met gewezen minister van LVV, de heer Suresh Algu. En de heer Algu is lid van de NDP. Hij geeft aan niet verantwoordelijk te zijn voor uitspraken die zijn gedaan op een vergadering van de ABOP. Algu werd tijdens een kennismakingsbijeenkomst met nieuwe groepen die de ABOP ondersteunen, aangekondigd als ondervoorzitter van de groep Joyo, een groep die zich zou hebben afgesplitst van de NDP. Meneer Algu, welkom in het programma. Heel hartelijk dank. Kunt u ons vertellen, wat was uw eerste reactie toen u dit hoorde? Kijk, ik ga u vertellen. Hè. Juist die dag, ik was bezig wat spullen te verdelen aan enkele families. En dan ga ik zeggen wat ik was bezig. Ik had wat kinkraps en ik dacht van ik verdeel dat. Samen met een van mijn collega's, kameraden, Lekton. Dus toen ik thuis aankwam. Maar mijn wil was die dag thuis. Dus ik kwam thuis en ik zag zoveel berichten en telefoon gaat constant over. Verschillende mensen bellen. Dus ik dacht van, wat is er gaande? Dus ik neem op eerste telefoon van de heer Van Genderen van Nikeri. En hij zei van, letterlijk woorden. Men, wat is er gebeurd? Samelesi. Dus ik zei van, maar waarover heb je het? Maar dan lees daar nieuws. Hij legt neer de tweede belde. Hé, hey, Samsa, ik zei van, nee, wacht even, laat me eerst lezen wat er gaande is, want er is niet net aan meegezegd. En die berichten maar constant naar binnen. Dus ik heb gelezen en ik ben zelf geschrokken. Ik zei van, er zijn een groep ontevreden NDP'ers die hun eigen mening natuurlijk moeten hebben, eigen doel moeten hebben, eigen visie moeten hebben. Daar is aangegaan, dan kan je niet mijn naam citeren, dat ik onder voorzitter ben van iets, terwijl ik niet eens weet. En wanneer ik zeg eerst dat iemand onder voorzitter is, neem ik aan dat zo'n organisatie of bedrijf al ingeschreven is bij KKF ook. Heeft structuur, hoe zeg je, statuten, alles wat ook is goedgekeurd. Oké, maar laat dat geven. Maar ik ben zelf geschrokken dat ik daar ben gepresenteerd. Dus wat ik ook heb gedaan, ik heb bepaalde van de jongens gebeld. Ik zei van, wat is er? Men zei van, nee. Er wordt duidelijk gezegd dat ik daar niet aanwezig was. Hè. En ik las ook dat iemand mij heeft gebeld. Niemand heeft me gebeld. En als iemand mij had gebeld, heeft niemand met mij kunnen praten of gesproken. Dat ook nog. En ik heb geen enkel miscall gezien van het kabinet of wat. Dus ik zei van, hoe komt het en van waar komt zoiets, zo'n informatie naar buiten? Want dat was precies enkele dagen terug dat aan mij werd gevraagd. En ook ben ik aangesteld dan als hoofdcoördinator voor Nikeri voor de verkiezingen. Dus dat was de eerste aanval door mijn zienswijze dat je kreeg. Dus men vond van, ja man, je praat met Brunswijk. Ik zei van, ik praat met iedereen. In Suriname. Maar als je weet dat iemand met iemand praat, je weet, Sranantjinkto. Maar weet iemand waarover ik met hem heb gesproken? Soms je weet, je helpt bepaalde mensen wanneer er gevraagd wordt. En vooral wanneer ik zie dat het gaat om algemene belang voor de ontwikkeling van Suriname, dan lever ik mijn bijdrage altijd. Zo zijn we opgegroeid, dat hebben we geleerd voor land en volk. En natuurlijk heb ik met Brunswijk gesproken, de vicepresident. En niet één keer, twee keer heb ik met die man gesproken. En met alle respect. En het was niets over politiek. Over partijpolitiek, er is geen sprake geweest. Er is sprake geweest over productie. Over kokosproject. En toen heb ik gezegd van, ik schrijf het. En het is niet dat je zegt van, ja, die mensen moeten hebben. Nee. Want het gaat om algemeen belang. Wanneer zo'n project wordt uitgevoerd, dan zie je van, je kan daarmee armoede bestrijden. Dus waarom moet ik mijn bijdrage niet leveren in deze? En daarover ging het. Dus daarover heb ik. Dus van waar die informatie, hoe, wat. Voor mij is het nog steeds onduidelijk. En met welk doel? Het enige wat ik kan zeggen is gewoon aanvallen. Het enige antwoord heb ik dat. Maar verder weet ik niet waar. Dus u weet niet wat ertoe zou hebben geleid dat u werd aangekondigd als de voorzitter of vicevoorzitter? Ja, ondervoorzitter van, nee. En ik heb begrepen dat, zelfs de
vicepresident, geloof ik, een dag of 2 dagen daarna, tijdens of na de RVM-meeting of voor de RVM-meeting, mijn journalisten ook hem gevraagd. En daar heeft hij ook gezegd van, over Coke als project hebben we gesproken. Hij heeft niets gezegd ook. Hij wil bevestigen wat ik heb gezegd. Begrijp je? Volgens mij als er een vergadering komt wijnen, ook daar is er ook gezegd weer herhaald. Dat ik niks te maken heb met andere... Waarmee ik wel bemoei, is mijn partij, mijn NDP. Daarmee bemoei ik wel. Daarmee ben ik wel dagelijks bezig. Je kan zeggen nu dag en nacht mee, bij wijze van spreken bezig daarmee. Dus er is geen relatie tussen u en de Joyo-groep? Of groep Joyo? Ik praat met iedereen, maar qua politiek niet. Politiek bespreken we niet. Kijk, wanneer iemand in een partij aanwezig is, je hebt jaren met die personen gewerkt. Wanneer die personen naar een andere partij gaat of andere keuze hebben of andere visie beginnen te krijgen, wil niet zeggen dat ik een vijandige houding ga hebben tegen die mensen. Dat doe ik niet. Ik praat met iedereen. En hoe bent u omgegaan met de reacties na die bekendmaking, in het bijzonder van uw eigen partij? Nou, eerst wat je doet, je gaat dan reageren, want je weet hoe het gaat in die appgroepen. Dan heb ik gelijk aangegeven, dus wat daar staat is niet waar, het berust op onwaarheid. Ik heb zelf niet gebeld van Staan Nieuws. Ik heb dan een tegenreactie gegeven. Het is niet waar wat daar geschreven staat, wat gezegd is. Ik ben nergens gegaan. Ik ben bij dezelfde partij waar ik was, ben ik nog steeds daar. En bestaat er volgens u een mogelijke samenwerking tussen de NDP en de groep Joyo? Kijk, wat betreft samenwerking met partijen en onderling, daarmee ben ik niet belast. Je weet, binnen een goed georganiseerde structuur, partijorganisatie, daar hebben mensen taken, functies en taken. Wanneer het gaat om, op dit moment, over samenwerking, et cetera, is geen aangelegenheid van mij. Daarvoor zijn dan de andere mensen, zoals de voorzitter met hun team, die daarover zal beslissen. En hoe ziet uw toekomst eruit binnen de NDP? Nou kijk, je hebt wat taken en we hebben wat doelen. En het belangrijkste voor ons is, we moeten onze Surinamers bewuster maken. En vooral niet alleen voor de verkiezing, maar het gaat om voor de ontwikkeling van ons land. Men moet duidelijk aangeven, het gaat niet omdat we vergaderen omdat we de verkiezing alleen willen winnen. Nee, je moet aangeven wat je wil doen met het land, in welke richting moet het gaan. En wat ik doe, ik leg uit op het gebied van productie en de verwijzing naar agrarische productie. Wanneer de verkiezing heeft gehouden en wij in de regeermacht gaan zitten, ik begin nu al te zeggen, we gaan wel in de regeermacht. Want afvallen heb je naar voren. En de huidige regering, we zien in welke richting het gaat. Overal waar we gaan, de mensen zijn heel bewust ervan. Je legt ze uit van wat we gaan doen. Ik ga niet zeggen, kijk, je hoort ook mensen zeggen, ja, dit gaat niet goed, dat. Het is wel goed om dat soort dingen te zeggen, maar wat ga je doen? En mijn taak is, ik zeg wat we gaan doen. En hoe we dat moeten aanpakken. Want ik zie op dit moment iedereen praat over oil en gas, oil en gas. Tijdens de COVID-periode, wie ging focussen op oil en gas? Elk huishouden ging alleen denken aan voeding. En voedselprijzen gaan stijgen. Grote bedrijven zijn multimiljardairs geworden door COVID. Prijzen zijn gaan stijgen. Simpel is bepaalde oliesoorten die $368 per ton kosten, is gaan gelijk naar boven dicht bij de 1400-1500 US geworden. Dus bepaalde bedrijven hebben mom geld gemaakt. Wat ik zou je zeker uitleggen aan die mensen, oil en gas is goed. Maar wat ga je met die inkomsten doen? Je moet niet gaan opeten. Je moet dat geld, met geld moet je geld maken. Hè? Dus dat geld moet je weer gaan investeren. Zodat je arbeidsplaatsen creëert, productie hebt en vooral de voedselzekerheid kan garanderen aan je volk. Dat zijn belangrijke dingen.
En hoe ga je, in welk sector ga je, dus binnen de agrarische sector, wat ga je doen? In welk gebied, wat moet je gaan ontwikkelen? Op basis van de hoogteligging, de grondgesteldheid en de aanwezige mensen. De bekendmaking die gedaan werd, is het inmiddels gecorrigeerd? Want de woordvoerder van de ABAP gaf ook aan dat het bevestigde dat die aankondiging werd gedaan. Maar we wilden verder geen reactie geven. Is het inmiddels gecorrigeerd? Ik heb dat duidelijk gemaakt, ook via Stanus. Via Stanus was dat naar buiten gebracht. En ik heb via andere media ook gezien dat het gecorrigeerd is wat ik heb aangegeven. En ik blijf herhalen. Wanneer mensen uitspraken doen. We zitten hier en laten we zeggen, ik ga ergens in een vergadering. En ik zeg, ik had vier broeders bij mij. En weet je dat wat zij hebben gezegd? Dat een van ze gaat voorzitter worden vanaf volgende week van de NPS. En die andere zijn van een bewegingsgroep, de voorzitter, ondervoorzitter. Bent u dan verantwoordelijk daarvoor? Mensen gaan beginnen te praten dat je dit heeft gezegd. Begrijpt u? Het is een simpel voorbeeld. Of je gaat zeggen van, die jongens waren hier en toen voordat ze hier zijn gekomen, hebben ze iemand geklapt. Mietakas zijn er wel niet waar. Begrijp je? Dus precies zo wanneer mensen daar uitspraken hebben gedaan. En daar heb ik mijn reactie gelegd. Ik ben niet verantwoordelijk wat die mensen daar hebben gezegd. Ik weet niets ervan. En daarom ook gelijk de correcties. Want je hebt één politieke kleur. En ik denk niet dat wij, hoe het nu het veld eruit ziet, dat we andere partijen ook nodig zullen hebben om de coalitie te vormen. En laten we hopen dat het volk ook bewust gaat stemmen. Dat het volk voor ontwikkeling gaat stemmen. En u bent gewezen minister van LVV. Hoe ziet u het ministerie momenteel? Denkt u dat Suriname nog de voedselschuur kan worden of potentie heeft om de voedselschuur te worden? Ik heb altijd gezegd, Suriname heeft de potentie om voedselschuur te worden, voedselproducent voor het Caribische land. En we waren heel goed bezig daarmee. Een van die projecten was die SAMAP. Het bekende SAMAP-project is door ons geschreven, uitgevoerd, onderhandeld en goedgekeurd door EU toen. Als je kijkt naar vele van die projecten die vandaag op de dag nog steeds worden uitgevoerd, is tijdens mijn periode goedgekeurd, al is het van IDB of waar dan ook. Begrijpt u? Zijn die projecten. Maar qua beleid, hoe het nu eruit ziet, en als ik een vergelijking mag maken, dan gaat het behoorlijk slecht. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kan corrigeren. Je moet het gaan corrigeren. Het is een plicht voor Suriname. Want voedsel, kijk, Suriname is lid van CARICOM. En als je nagaat hoeveel miljarden US dollar wordt uitgegeven, binnen CARICOM lidlanden alleen om voedsel te importeren. Vanuit Engeland, vanuit VS, vanuit Nieuw-Zeeland, vanuit Nederland. Ik zeg niet dat je niet hoeft te importeren, maar je moet zodanig je land moeten ontwikkelen dat in het geval als er een crisis is, dat je volk voldoende en gezond voedsel heeft in het land. Zo moet je gaan ontwikkelen. Je kan niet zeggen dat je land gaat ontwikkelen met 5 of 10 bedrijven maar en met 10 miljardairs. Je hebt ieder nodig. Begrijpt u? Waarom zeg ik niet alleen 10 grote bedrijven? Wat gebleken is in de wereld, dat family agriculture, familielandbouw of gezinslandbouw, dat heeft bijgedragen dat de voedselzekerheid in Suriname garandeerd is nog steeds. Men zegt van ja, heeft aardappel nodig of dit nodig, dat nodig, is een probleem. Maar als er geen aardappel in Suriname binnenkomt, wil niet zeggen dat Surinamers dood zullen gaan. We hebben ook andere opties. We hebben andere mogelijkheden, begrijp je? Maar je moet dat ding zodanig gaan organiseren. En om dat te organiseren, we zijn er stappen. Een van die stappen was, recent is een lab geopend. Een lab is begonnen tijdens de NDP-regering. Daar de Tisha Friesdalaan. Natuurlijk door wat financiële problemen was het stopgezet, maar het is afgebouwd. Maar het is begonnen, waarom? Het is een regering met visie.
NDP-regering. Wat wil je? En daarom had ik ook in een interview ook gezegd aan het volk. Van wanneer je zegt van we gaan richting voedselproducenten, voedselschuur, hoe men het noemt. Dan ga je niet zeggen van ik word morgen voedselschuur. Het is een proces. Je moet eerst die faciliteiten. Als je die faciliteiten niet hebt, onderschat keuringen niet. Hè? Mensen willen certificaat hebben. Op het moment dat, want let wel, de persoon die betaalt, die bepaalt. Dus je moet die standaarden halen wat men wil. Daarom moet je op twee sporen gaan werken altijd. Eén is je focus op de export. Maar die andere is, wat wordt geïmporteerd in je land en hoe kunnen we die producten lokaal produceren? Een simpel voorbeeld van uien. Uien groeit lokaal. Maar daarvoor heb je een bepaalde technologie nodig, een bepaald systeem. En in welke periode moet je... Ik heb, geloof ik, 2006, 7, 8, 3 jaar lang heb ik proeven gedaan. Die rapporten moeten op LVV ook zijn. Heel goede resultaten. Het is niet dat, want wanneer je resultaat hebt, dan krijg je reactie. Het lijkt alsof men vindt van LVV moet gaan produceren. Nee, die cijfers zijn beschikbaar zodat ondernemers kunnen doorgaan. Wat ik wel erg vind, dat vaak in Suriname, wanneer je voor een lening gaat, ik ga geen instanties hun namen citeren, maar dat vooral import beter wordt gefaciliteerd en sneller je een lening kan nemen dan wanneer je voor een productiesector een lening wil aangaan. Het zijn allemaal factoren waar wat eigenlijk georganiseerd moet worden. En dat neemt tijd. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet kunnen. We hebben alle potentie en vooral onze Surinamers. Hè. Surinamers kunnen heel veel doen. Onderschat dat niet. Zo heeft het gehoord van gewezen minister van LVV, de heer Suresh Algu. Hij heeft onder meer aangegeven dat hij nog steeds lid is van NDP. Hij werd aangekondigd als ondervoorzitter van de groep Joyo, maar hij geeft aan dat hij niet tot die groep behoort. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sranatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u voor ons wil belichten? Stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sranatori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.